start is gevallen. Redelijke start aan de binnenkant van Drogba Apache, maar lang de snelste. Niet aan de buitenkant Flair J.E. galoppade van Guylaine Efboko. Guylaine Efboko springt, goede gozer zit daarachter. Die moet even wachten tot er wat ruimte komt. Nummer 3, galop. En Gina Schermer gaat vierdik de eerste bocht door op weg naar voren. En Flair J.E. leidt. Flair J.E. op de tweede plaats, daarachter ligt Jos Verbeek. Jos Verbeek is daar ingeparkeerd met Guylaine. En aan de buitenkant zelt daar nu voorbij Gina Schermer. Gina Schermer is op weg naar voren, maar Dickie Hof heeft de leiding nog steeds met Flair J.E. Maar die kijkt al 3 keer om, dus die wil hem wel kwijt. En daar komt Ebbing al aan de buitenzijde. Die gaat de leiding nu overnemen met Gina Schermer. Gina Schermer heeft even 500 meter gas gegeven, maar ligt dan ook vooraan op de tweede plek Flair J.E. Derde is Guylaine. Daarachter op de vierde plek aan de relingzijde lag nog Drogba Apache, maar die is voorbij gegaan door goede gozer. En één deelnemer probeert driedik naar voren te komen en dat is Capri Noah. Capri Noah probeert voorbij te komen aan goede gozer. Daar heeft Tesla ook wel boodschap naar, maar die gaat zijn paard niet terugnemen. En zo gaan de paarden de bocht door. Eén deelnemer gaat daar van de benen en dat was Schiri Boko. Uitgeschakeld 10 galop. Paarden gaan de rechte lijn voor de tribune zometeen inkomen. En daar uitgeschakeld 4, uitgeschakeld 4 galop. Daar is inmiddels de leider vergezeld aan de buitenzijde. Gina Schermer leidt, maar Capri Noah is ernaast gekomen. En uit de start van het veld gaat nu Biestik Ravel een half spoortje naar buiten. Maar Niemczyk gaat ook gelijk weer naar binnen. Komt wat rust in de koers nu en het is Gina Schermer die leidt. Gina Schermer, daarachter aan de buitenkant Capri Noah. Derde aan de relingzijde Flair J.E. Vierde ligt er mooi in Yuka Yalibi. Vijfde aan de relingzijde Guylaine. Zesde aan de buitenkant Drogba Apache. Zevende aan de relingzijde volgt dan Robin Bakker met Enrico Star. En achtste en laatste in het tweede spoor Biestik Ravel. Ze gaan de paarden de rechterbocht door en de koploper neemt weer een beetje meer tempo op. Die gaat ietsje versnellen en gaat als eerste de rechterlijn overzijde in. Gina Schermer, daar gaat Yuka Yalibi naar voren. Ging Yuka Yalibi te langzaam, tenminste Yuka Yalibi vond het wel lekker. Maar Capri Noah die zakt terug en Rick Wester denkt ik ga erachter vandaan. En die schuift nu op aan de buitenkant naar voren. Ze gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Gina Schermer. Uitgeschakeld nummer 5 galop. Gina Schermer leidt op de tweede plaats Flair J.E. Daarachter aan de buitenkant Yuka Yalibi en aan de relingzijde zit vast. Uitgeschakeld nummer 9 galop. Zit vast Guylaine. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Ziet er goed uit nog voor Gina Schermer, maar Flair J.E. komt er heel brutaal achter vandaan. En dat doet hij precies halverwege de Tjada-bocht. Flair J.E. aan de buitenkant zet Gina Schermer onder druk. Daarachter komt nu ook ruimte voor Guylaine. En daarachter Yuka Yalibi die nog weinig impact maakt. Maar dat doet hij de laatste keer steeds. De laatste rechte lijn komt hij dan weer. Die laatste rechte lijn is nu bereikt. Flair J.E. leidt. Aan de buitenzijde Yuka Yalibi. Flair J.E. Yuka Yalibi. Flair J.E. heeft een lengtevoorsprong. Yuka Yalibi loopt iets in. Guylaine loopt iets in. Ze gaan op weg naar de streep. Flair J.E. leidt nog altijd. Flair J.E. naar de streep. Den Dekker staat te juichen. Zijn paard wint. Tweede plek is voor Yuka Yalibi. En derde is Guylaine.